De regering heeft het baggerproject met China Harbor Engineering stopgezet. In maart vorig jaar werd er door de toenmalige regering het startsein gegeven voor het uitdiepen en verbreden van de vaargeul van de Suriname rivier. Sindsdien is elke actie uitgebleven en moet de overheid een flinke boete betalen. Daar is nu een halt aan toegeroepen, zegt minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De overheid is niet in staat te voldoen aan de betalingsachterstand. Er komen nieuwe voorwaarden om dit project voort te zetten, zegt Noor Mohammed. Opnieuw gevraagd onder nieuwe voorwaarden die deze regering stelt, willen we het baggerproject voortzetten. En de voorwaarden die zijn gepubliceerd online. En alleen onder die voorwaarden willen wij doorgaan met het project. En er zijn 8 bedrijven die hun interesse hebben getoond, die onder die nieuwe voorwaarden van de regering het baggerproject willen opstarten. En laten we zeggen, tijdstrek is dat 15 januari we de aanbesteding gaan organiseren. Dat we rond februari de gunning willen doen. En dat we rond maart willen starten met het project en dan gaan we opnieuw aan tafel om de toekomst van de rivier, het baggeren, ook opnieuw te bepalen. De bewindsman haalt verder aan dat het beleid voor het ophalen van huisvuil is veranderd. Hij is ervan op de hoogte dat er in bepaalde wijken het vuil niet is opgehaald in de periode van 31 december en 1 januari. Dat heeft gewoon te maken met, één is dat het beleid veranderd is. Alle contracten worden niet automatisch meer verlengd. Dat behoort tot het verleden. Er worden openbare aanbestedingen gehouden. En natuurlijk is er een situatie dat we rechtvaardigheid terugbrengen bij vuilophaal. Was het vroeger zo dat één persoon, 10 kavels kon krijgen en andere 1, 2 kavels? Dat moest gecorrigeerd worden. En daarvoor was er wat tijd nodig. En ik heb gezegd dat de rechtvaardigheid terug moet komen bij uitvoeren van werken. En dat heeft gemaakt dat de aanbesteding later heeft plaatsgevonden en de gunning ook. En daardoor ben ik een beetje in problemen beland. Dat de overgang van 31 december naar 1 januari niet vlot verlopen is. En daarom werd er in sommige plaatsen geen vuil opgehaald. Nu is alles in orde. De contracten zullen getekend worden waardoor de vuilophaalservice weer zal zijn zoals het vroeger was. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij sprak enkele journalisten gisteren voor aanvang van de raadsvergadering.